Shamir dan vooraan. Bali Kwisha, waarschijnlijk van de linkerkant. Oulare. Ja, twee jongens met een verleden bij Standaard natuurlijk. Een paar mensen bijsluiten. Met onder meer Sek, maar dat duurt dan te lang. Een flankwissel. Met Bruno. Bruno richting tweede zone. Kan koppen. En dat gaat erin. Het is 0-1 voor Zulte Waregem. 10 minuten ver. En perfect. Wel uitgespeeld deze aanval. Over verschillende stationnetjes. En Zulte Waregem. Chop. Uiteindelijk is het Van Nekke die die bal oppakt. Goed temporiseert. Dan de andere kant. Met het vizier naar voren. Mag niet zelf trappen. Opare die vraagt. Die krijgt ook. Lompe die dan de hoek induikt. Opare actie proberen te maken. Ja, dat is moeilijk, maar Opare die komt er nog wel aan. En bijna de 0-2. Jongen. Met wat meer meeval. Ja, goede 1-2 tussen Opare en Van Nekke. Super goede voorzet. Laatste minuten Standaard wel wat beter. Een vrije trap. En de kopkans net naast. Ja, Ducent mee naar voren gekomen. Raske, dan moet je ervan blijven hoor. Raske. Ah. Oh, prima. Voor zijn mand gekomen en dan zelf trappen. Daar de redding van Bostien. Dat is voor de trainer. Chop. Chop in de grote rechthoek. Chop, plaats, bal. Koppen en naast. Ja, nu vallen ze wel uit de lucht. De kansen voor de Roesjes. Gavori. Naar Chop. Als we Twitter mogen geloven, de slechtste speler ooit in het shirt van Standaard. Maar de graagmaker staat wel op het bord. En het is de jonge kerel Bali Kwisha meteen met de goal. Met Chop die aan de oorsprong van het doelpunt lag. Dus hoe een misser een geweldig assist kan worden. Bali Kwisha. In het pak Vossen en 1 tegen 2 onmiddellijk het antwoord. Het is de eerste keer dat we hem in beeld zien. Jelle Vossen en 1 tegen 2. Eerste keer in de 16 meter waar zijn kwaliteit ligt. Bij hem staat uiteindelijk is Fai wel een kop kleiner en doet hij heel weinig. En niemand aan de paal. Hè. Dat is iets waar ik toch altijd een vreemd van opkijk. De koppeltjes. Chop. En koppen en voor de lijn gekeerd. Voor de lijn gekeerd. Ook de vlak de hoogte in. Ja, Mark krijgt duidelijke opdracht om eerst die zone af te dekken. En nadat die bal erover gaat, moet hij richting de eerste paal. Dit is duidelijk meegegeven. En wat er hier gebeurt, Dieter, is dat maar geen mensen buiten Muleka. Niemand in de 16 of toch wat staan te kijken. Jackson Muleka en over de kooi getikt door Bostien. Hij zet het zelf recht, Amala, dat was ook nodig hoor. Dit was overtreding op Jelle Vossen. Kaarsela op Finesse. Twee man kwijt, dan Fai. En dan de kopbal en de goal, de gelijkmaker. De gelijkmaker, geen buitenspel, ja, maar blijft beneden. Kaart opgeleverd. Jackson Muleka. Nee, blijft er zeer goed achter. De schacht die. Daar komt hij. Gevaar nog niet geweken. Ja, deze corner komt er niet meer. We gaan afluiten, zegt de scheidsrechter. Ja, ongelukkig vinden ze dat bij Zulte Waregem.